Hallo allemaal. Hallo allemaal. Vandaag is het 16 maart. Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. Laten we eens gewoon een bomen gaan tekenen. Verschillende soorten bomen. Ja, dat is een goed idee. Doe je weer mee? Ja, Boomfeestdag. Bomen tekenen. Ja, nou ja, laten we beginnen met de makkelijkste. Nou ja, makkelijkste. Een soort wolk die overeind staat. Zo. Is misschien wel leuk. Nou, hier wat gras. En ik denk dat we zo al een hele leuke boom hebben. Een boom. We kunnen hier nog wat schaduw doen. Zo, de bladeren. Deze lijn iets donkerder zo. Hier nog een boom. Ik vind het wel een aardige boom. Maar we hebben natuurlijk, je kan natuurlijk ook nog een dennenboom hebben. Hè? Een dennenboom, bijvoorbeeld. Maar je kan allerlei soorten bomen tekenen. Kijk, je kan ook een rondje gebruiken voor een boom. En dan weet iedereen ook dat je een boom bedoelt en geen lolly bijvoorbeeld. Zeker als je daar nog wat blaadjes zo in aangeeft. En zo'n dennenboom kan ook gewoon een driehoek zijn op een stammetje. In mijn cursus zakelijk tekenen heb je dus ook allerlei verschillende bomen. Wat ook nog kan is een ovale boom. En in de Toscaan heb je bijvoorbeeld een hele hoge cyprussen. Zo, en dat is dan ook een boom, hè? En je kan natuurlijk heel gedetailleerd een boom gaan tekenen. Zo, ik zal het hier even... Zo. Ja, dit zou bijvoorbeeld een oude eik kunnen zijn, zo. En dan de, natuurlijk takken eraan. Nou ja, dan krijg je een hele gedetailleerde boom natuurlijk. Kan ook. Dan hebben we ook nog blaadjes aan die boom hangen. Dat zijn gewoon rondjes. Die blaadjes suggereren. Zo. Ik zou zeggen, ga lekker aan de slag en ga lekker bomen tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!